Zaterdag 5 mei rond 4:15 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de provinciale weg in Tiel, ter hoogte van het spoorviaduct van de Papensteeg. Door onbekende oorzaak schoot een wagen van de weg en belandde tegen een boom op een steile helling naar beneden. De brandweer heeft met een lier de auto omhoog getrokken en vervolgens de bestuurder uit de auto bevrijd. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse om assistentie te verlenen. De bestuurder is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis.